Hartelijk welkom bij Door de Bijbel, een programma van Transworld Radio. Met dit programma nemen we jou in vijf jaar tijd mee door de Ganse Bijbel. Vandaag uitzending 266. We hebben de vorige keer nagedacht over Johannes 18. Nadat de Heer Jezus gevangen genomen en weggevoerd was, kwam hij bij de hoge priester Caiaphas. Caiaphas' eigenlijke bedoeling is om Jezus te doden. Dat besluit heeft hij enige tijd geleden genomen, en bij dat besluit blijft hij. Van hem kan op dit moment al niets goeds meer verwacht worden. Jezus dood staat van tevoren vast. Het proces is in feite een schijnproces. Hoewel alle uiterlijke vormen gehandhaafd zullen worden, staat het vonnis van tevoren al vast. Terwijl Jezus ondervraagd wordt door de hoge priester, is Petrus met nog een discipel, waarschijnlijk Johannes zelf, in de buurt gebleven. Wanneer hem wordt gevraagd of hij bij Jezus hoort, ontkent Petrus het tot drie keer toe. Dan dringt tot hem door wat hij gedaan heeft, en heeft hij diep berouw. Het breekt zijn hart. Maar juist vanwege zijn spijt laat de Heer hem niet los. Petrus liet Jezus in de steek, maar de Heer zocht hem weer op. Zo is onze God. Hij vergeeft graag de mens die een nieuw begin wil maken. Hij wil verder gaan met iemand die het verprutst heeft. Er is altijd een weg terug naar God. Van Caiaphas wordt Jezus naar Pilatus gebracht. De Joden gaan niet mee naar binnen, omdat ze dan onrein zouden worden. In verband met het komende Pascha. Wilden ze dat niet, dan zouden ze niet van het paaslam mogen eten. Zonder te beseffen dat ze op het punt stonden om het ware paaslam van God te laten doden. Pilatus vindt geen reden om Jezus te veroordelen. Maar de groeiende onrust onder de Joden brengt hem ertoe Jezus niet vrij te laten. Hij geeft de Joden de keuze tussen Barabbas of Jezus, de zoon van de Hemelse Vader. Massaal roept de menigte om de vrijlating van Barabbas en keren ze zich af van de zoon van God. In de vorige uitzending lazen we dat het volk schreeuwde om de vrijlating van Barabbas. Daarmee blijkt dat Pilatus nog niet van de Joodse leiders af is. Het volk wil nog steeds dat Jezus wordt gestraft. Pilatus doet nog een laatste poging en laat Jezus geeselen. Daarna wil hij hem vrijlaten. Enerzijds hoopt hij dat dit de Joden zal tevredenstellen. Anderzijds wil Pilatus toch het recht laten zegenvieren. Want volgens hem is Jezus onschuldig. En een onschuldige moet vrijgelaten worden. Maar mag een onschuldige dan wel gemarteld of gegezeld worden? Geestelen gebeurden met een geestel die gemaakt was van leer en riemen. In het uiteinde van de riemen waren stukjes been of metaal gevlochten. Hiermee werd op de onblote rug en armen van de arrestant geslagen. Deze straf werd dikwijls toegepast op ter dood veroordeelden. Men geestelde meestal aan het kruis. Uit Matthäus 27 en Marcus 15 kan afgeleid worden dat Pilatus ook Jezus laat geestelen als inleiding op de kruising. Maar uit Lucas 23 wordt duidelijk dat dit niet het geval is. Johannes vertelt wat er zich juist tussen de geesteling en de kruising heeft afgespeeld: namelijk dit. Pilatus beschouwt de geesteling als het einde van de rechtszaak en een voorbereiding op de vrijlating van Jezus. Hoewel Pilatus zich van de zaak probeert af te maken en zich niet schuldig te maken aan het veroordelen van een onschuldige, is hij wel ten volle verantwoordelijk voor de geesteling van Jezus. Johannes 19, versen 1 tot en met 3 Toen nam Pilatus dan Jezus en geestelde hem. En de soldaten vlochten een kroon van doornen en zetten die op zijn hoofd. En zij deden hem een purperen bovenkleed om en zeiden: Gegroet, koning van de Joden. En zij haven hem slagen in het gezicht. Als Jezus onschuldig is, moet hij worden vrijgelaten. Ook het geestelen van Jezus is onwettig en verkeerd. Pilatus denkt dat hij hiermee de Joden tevreden kan stellen. In Johannes 18, vers 22 zagen we dat Jezus door een Joodse dienaar geslagen werd. Nu wordt hij ook door de Romeinen geslagen. De soldaten bespotten Jezus voordat hij wordt gekruisigd. Als onschuldige leed Christus voor mij, maar ook voor jou en voor iedereen die er niet van wil horen of weten. Ik word er stil van. Jammer dat het voor velen zomaar een verhaaltje geworden is. Jammer dat er ook vandaag nog steeds zoveel met gespot wordt. Het bespotten van Jezus gaat door tot vandaag, en nog steeds zonder echte reden. De Romeinse soldaten konden alles met hem doen wat zij maar wilden. Waarschijnlijk speelden ze een gekend spelletje met hem. Een gevangene werd geblinddoekt en alle soldaten, behalve één, slaan die dan zo hard mogelijk met hun vuisten in het gezicht. Daarna zouden ze hem vragen welke soldaat hem niet had geslagen. Een gevangene kon nooit raden wie hem niet heeft geslagen. Een verschrikkelijk en vreed spel. Een gevangene was aan het einde van het spel dikwijls zo toegetakeld dat hij niet meer te herkennen was. In Marcus 15 lezen we dat bovenop deze geestelingen de soldaten Jezus op zijn met doornen gekroonde hoofd sloegen met een rietstok en dat hij bespuwd werd. Na al de geestelingen, waaronder het vrede soldatenspel, zal van Jezus inderdaad kunnen gezegd worden wat er staat in Jezaja 52, vers 14: Namelijk, Zoals velen zich over u ontzet hebben. Zo geschonden was zijn gezicht, meer dan van iemand anders, en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Johannes 19, versen 4 en 5 Pilatus dan kwam weer naar buiten en zei tegen hen, Zie, ik breng hem tot u naar buiten, opdat u weet dat ik geen schuld in hem vind. Jezus dan kwam naar buiten met de doornenkroon op en het purperen bovenkleed aan. En Pilatus zei tegen hen, Zie, de mens, Pilatus, die zich tijdens de Geesteling blijkbaar binnen heeft teruggetrokken, komt weer naar buiten. Hij kondigt aan dat hij Jezus naar buiten zal brengen om hem aan het volk te tonen. Hij zal laten zien dat de Geesteling is uitgevoerd en dat Jezus nu vrijgelaten kan worden. Waarschijnlijk hoopt hij dat de aanblik van de hulpeloze, gemartelde Jezus het medelijden van het volk zal opwekken en dat zij er dan mee zullen instemmen om hem vrij te laten. Jezus blijft, naar het oordeel van Pilatus, onschuldig. Voor de tweede keer spreekt Pilatus als Romeinse rechter een onschuldig uit. De aanklacht tegen Jezus is onterecht. Er zal, als het aan Pilatus ligt, dan ook geen straf volgen. Pilatus vestigt de aandacht op Jezus door middel van de woorden: zie de mens. Hoogstwaarschijnlijk riep Pilatus spottend in het Latijns: "Ecce homo. Hij bedoelde met deze uitspraak zoiets als: zie die sukkelaar staan. En Jezus zweeg. Al in Johannes 18, vers 29, had Pilatus Jezus deze mens genoemd. In Johannes 18, vers 39, had hij hem weliswaar koning der Joden genoemd, maar dat was om Jezus vrij te pleiten. Nu toont hij de Joden hun koning, maar het is een spotvertoning. Het is jammer dat Pilatus niet zag dat Jezus meer is dan een mens. Het had hem kunnen redden. Ook vandaag zijn er zoveel mensen die dat niet inzien. Johannes 19, vers 6. Toen dan de overpriesters en de dienaars hem zagen, schreeuwden zij: Kruisig hem, Kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: Neemt u hem en Kruisig hem, want ik vind in hem geen schuld. Johannes vertelt ons uitdrukkelijk dat het de overpriesters en de dienaars zijn die om Jezus Kruisiging vragen. Zij vormen de kern van het verzet tegen Jezus, niet het volk. Zij willen dat Jezus vandaag door Pilatus veroordeeld wordt tot het kruis. Ze beroepen zich op de Oud-testamentische wet. Maar deze religieuzen namen geregeld een loopje met de wet, want die sprak van stenigen, niet van kruisigen. Opnieuw probeert Pilatus van deze zaak af te komen. Hij dringt erop aan dat de Joodse leiders Jezus zelf veroordelen en het vonnis uitvoeren. Pilatus probeert nogmaals onder de verantwoordelijkheid uit te komen, want Jezus is onschuldig. Bovendien zal de droom van zijn vrouw hem ook wel bezig gehouden hebben. We lezen erover in Matthäus 27, vers 19. Daar staat: Toen hij op de rechterstoel zat, stuurde zijn vrouw hem een boodschap: Laat je toch niet in met deze rechtvaardige, want ik heb vandaag in een droom veel om hem geleden. Pilatus weet nogthans dat de Joden geen dood van ons mogen uitvoeren. Toch laat hij hun weten dat ze maar met Jezus moeten doen wat ze willen. Ja, deze rechtszaak het vol procedurefouten. Johannes 19, versen 7 tot en met 11. De Joden antwoordden hem: Wij hebben een wet, en volgens deze wet moet hij sterven. Want hij heeft zichzelf Gods zoon gemaakt. Toen Pilatus dan deze woorden hoorde, werd hij nog meer bevreesd. En hij ging opnieuw het gerechtsgebouw in en zei tegen Jezus: Waar komt u vandaan? Maar Jezus gaf hem geen antwoord. Pilatus dan zei tegen hem: Spreekt u niet tot mij? Weet u niet dat ik macht heb u te kruisigen en macht heb u los te laten? Jezus antwoordde: U zou geen enkele macht tegen mij hebben als het u niet van boven gegeven was. Daarom heeft hij die mij aan u overgeleverd heeft, een grotere zonde dan u. Nu de Joodse leiders dreigen te verliezen, spelen ze hun laatste troef uit. Als Pilatus als Romein geen gronden voor de kruising ziet, dan moet hij het maar doen omdat er Joodse godsdienstige redenen zijn. Indirect wijzen ze Pilatus op het feit dat hij de rechtsregels van het land waarover hij gouverneur is moet eerbiedigen. Door het zwijgen van Jezus wordt Pilatus onzeker. Maar welk nut heeft het om tegen een ongelovige te zeggen dat hij van de hemel kwam en geboren is uit Gods Geest? Pilatus lijkt geprikkeld en wijst op zijn politieke macht over leven en dood. Pilatus beroept zich wel op zijn macht, maar het recht laat hij helemaal buiten beschouwing. Korte tijd tevoren heeft hij het recht geschonden door Jezus onschuldig te laten geestelen, in plaats van hem vrij te laten. Maar Jezus maakt duidelijk dat alleen God macht heeft over leven en dood. Johannes 19 vers 12. Van toen af probeerde Pilatus hem los te laten. Maar de Joden schreeuwden: Als u deze loslaat, bent u niet de vriend van de keizer. Iedereen die zichzelf koning maakt, verzet zich tegen de keizer. De Joodse leiders waren bereid om Pilatus in Rome aan te klagen voor verraad. Pilatus wilde zo'n aanklacht niet tegen zich krijgen. Pilatus vindt zijn politieke positie blijkbaar belangrijker dan zijn onpartijdigheid als rechter. Nu wil Pilatus ook van Jezus af. Johannes 19, vers 13. Toen Pilatus dan deze woorden gehoord had, bracht hij Jezus naar buiten en ging op de rechterstoel zitten, op de plaats die Lithostrotos genoemd wordt. En in het Hebreeuws, Gabata. Pilatus kiest voor zichzelf en zijn positie. Hij laat Jezus naar buiten brengen. Nu is dat met het oog op een publieke, definitieve rechterlijke uitspraak. Als teken daarvan gaat Pilatus op de rechterstoel zitten. Hierbij moeten we aan een podium denken. Het werd meestal van hout gemaakt en was daardoor verplaatsbaar. Op dit podium was plaats voor verschillende personen, onder andere voor de rechter en zijn schrijvers. Johannes 19, versen 14 en 15. En het was de voorbereiding van het Pascha, ongeveer het zesde uur. En hij zei tegen de Joden: Zie uw koning. Maar zij schreeuwden: Weg met hem, weg met hem, kruisig hem. Pilatus zei tegen hen: Moet ik uw koning kruisigen? De overpriesters antwoorden: Wij hebben geen koning dan de keizer. Johannes vermeldt het zitten op de rechterstoel om het grote gewicht van dit moment tot uitdrukking te brengen. Met het oog daarop vermeldt hij ook de plaats, de dag en het tijdstip. Als tijdstip noemt Johannes dat het ongeveer het zesde uur is. Hij maakt gebruik van de Romeinse tijdsindeling. Deze indeling taalde vanaf middernacht twaalf tijdsdelen. De veroordeling van Jezus is, in onze tijdsindeling, om ongeveer 12 uur middags geweest. Johannes wil uitdrukkelijk vertellen dat Jezus toen en daar publiekelijk en officieel door de Romeinse rechter ter dood is veroordeeld. Als datum noemt Johannes de voorbereiding op de Sabbat. Hier gaat het over de vrijdag in de week van het Pascha. De Joodse leiders moesten een keuze maken tussen Jezus Christus en de keizer. Een keuze is duidelijk. In Matthäus 27 lezen we over een poging van Pilatus om het volk tegen het Sanhedrin uit te spelen, maar die mislukte. In vers 25 van Matthäus 27 lezen we de reactie van het volk. Daar staat, en heel het volk antwoordde en zei: Laat zijn bloed maar komen over ons en over onze kinderen. Het volk riep zelfs dat het bloed van Jezus over hen en hun kinderen mocht komen. Dat is helaas ook gebeurd. Johannes 19, vers 16. Toen leverde hij hem dan aan hen over om gekruistigd te worden. En zij namen Jezus mee en leidden hem weg. Voor christenen is het kruis van Christus de redding van de eeuwige dood. Laten we, voordat we verder gaan, het kruis vanuit vier verschillende gezichtspunten bekijken: vanuit God, de gelovigen, Satan en de wereld. Ten eerste, vanuit God gezien is het kruis een verzoeningsoffer. Het is het offer van Christus op grond waarvan de Heer zijn genade aan mensen kan uitdelen. Het is de plaats waar volledige verzoening werd gedaan, zodat een heilige en rechtvaardige God een zondig mens kan retten van de zonde. De troon van God, de plaats van het oordeel, werd door dit offer een plaats van genade. Wie op Christus vertrouwt, wordt niet veroordeeld, maar ontvangt op grond van Christus offer vrijspraak. Voor Christus is het ook een zaak van gehoorzaamheid. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 8: dat Jezus gehoorzaamde tot het uiterste, zelfs tot in de dood aan het kruis. Het tweede gezichtspunt is het standpunt van de gelovigen. Voor een mens in Christus Jezus is zijn offer plaatsvervangend. Jezus nam onze plaats in. Hij was de zondeloze die voor de zondaar zichzelf offerde en leed. We lezen in 1 Petrus 2, vers 24. Dat hij onze zonden heeft gedragen in zijn eigen lichaam toen hij stierf aan het kruis. Daardoor zijn wij nu dood voor de zonde en kunnen wij voortaan leven zoals God het wil, want de wonden in zijn lichaam hebben ons genezen. Ten derde, vanuit Satan bezien, was het kruis een overwinning en tevens een nederlaag. Het leek een overwinning voor Satan omdat hij de hiel van de vrouw had verbrijzeld, zoals in Genesis 3 is voorspeld. Uiteindelijk is het zijn ondergang geworden, want het heeft hem de kop vermorzeld. Zonder hiel is er nog leven, maar zonder kop niet meer. Dan ben je uitgeschakeld. Ten slotte, vanuit de wereld bekeken is het kruis een executieplaats, niets meer dan een vrede moord. Mogelijk dat de wereld nog ziet dat Jezus ten onrechte is veroordeeld, maar daar blijft het bij. Maar helaas is voor de wereld het kruis een dwaasheid dat een gelovige als sieraad of aandenken draagt. Johannes 19, versen 17 en 18. En terwijl hij zijn kruis droeg, ging hij op weg naar de plaats die schedelplaats genoemd wordt, en in het Hebreeuws Golgotha. Daar kruisigden zij hem, en met hem twee anderen, aan elke kant één, en Jezus in het midden. Kruising was een straf voor veroordeelde slaven of zware criminelen. Romeinse staatsburgers mochten niet gekruisigd worden. Het was gebruikelijk dat een veroordeelde zelf zijn kruis droeg. Met zijn kruis wordt hier alleen de dwarsbalk bedoeld. De grote kruispaal was al op de plaats van de executie opgesteld. Opnieuw vermeldt de evangelist exact de plaats van het gebeuren. De naam van die plaats is schedelplaats. Waarschijnlijk omdat het een heuvel is in de vorm van een mensenschedel. De juiste ligging is voor ons niet meer met zekerheid te achterhalen. Maar hoe verliep zo'n kruising? Na ontkleed te zijn, werden de armen van de veroordeelde aan de dwarsbalk vastgemaakt, met touwen of spijkers. Daarna werd de veroordeelde aan die balk omhoog gegezen, aan de aanwezige houten paal. Als de dwarsbalk bevestigd was, werden de voeten aan de paal vastgebonden of gespijkerd. Tussen de benen en onder de voeten bevond zich een steunblok. De gegezelde veroordeelde hing zo vele uren in een zeer onnatuurlijke houding. Na verschillende uren volgde er meestal een hartstilstand. Was dit nog niet gebeurd voor zonsondergang, dan werd het overlijden verhaast door het stukslaan van de ledematen. Op deze manier wordt ook de Heer Jezus gekruisigd. Johannes 19, versen 19 tot en met 22. En Pilatus schreef ook een opschrift en zette dat op het kruis. En er was geschreven: Jezus de Nazarener, de koning van de Joden. Dit opschrift dan lazen velen van de Joden, want de plaats waar Jezus gekruistigd werd was dicht bij de stad. En het was geschreven in het Hebreeuws, in het Grieks en in het Latijn. De overpriesters van de Joden dan zeiden tegen Pilatus: Schrijf niet de koning van de Joden, maar dat hij gezegd heeft. Ik ben de koning van de Joden. Pilatus antwoordde: Wat ik geschreven heb, heb ik geschreven. Voor de Joden was Hebreeuws de taal van de godsdienst. Het Grieks was de taal van de handel, cultuur en onderwijs. Latijn, de officiële taal van het Romeinse Rijk. Iedereen kon het lezen. Christus stierf voor de verzoening van de hele wereld en dat evangelie moet overal worden gepredikt. Aan elk volk en elke natie. Johannes 19, versen 23 en 24. Nadat de soldaten dan Jezus gekruisigd hadden, namen zij zijn kleren en maakten vier delen, voor elke soldaat een deel. En zij namen ook het onderkleed. Het onderkleed nu was zonder naad, van bovenaf als één geheel geweven. Zij dan zeiden tegen elkaar, laten wij dat niet scheuren, maar laten wij erom loten voor wie het zal zijn. Opdat het schriftwoord vervuld zou worden dat zegt... Ze hebben mijn kleren onder elkaar verdeeld, en over mijn kleed hebben ze het lot geworpen. Dit hebben dan de soldaten gedaan. Naar Romeins rechtsgebruik kwam de kleding van de veroordeelde toe aan de dienstdoende soldaten. Ook de kleren van Jezus worden verdeeld. Hij wordt al als dood beschouwd. Kleding heeft hij niet meer nodig. Zo draagt Jezus ook de vloek van het naakt zijn voor ons, opdat wij ervan worden bevrijd. De kleding van Jezus wordt onder de vier soldaten verdeeld, behalve het onderkleed, dat wordt apart gehouden. Het onderkleed was een kledingstuk dat op de huid gedragen werd en tot aan de knieën reikte, in gebruik te vergelijken met een hemd. Het bijzondere aan dit kledingstuk van Jezus is dat het geen naden bevat. Het is uit één stuk geweven. Mogelijk wil Johannes hier wijzen op het priesterschap van Jezus, want ook het kleed van de hoge priester was naadloos geweven. Met de verdeling van de kleren van Jezus vervulden de Romeinse soldaten, zonder dat ze het wisten, de bijbelse profetie uit Psalm 22, vers 19. Daar staat: zij verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot om mijn gewaad. Johannes 19, versen 25 tot en met 27. En bij het kruis van Jezus stonden zijn moeder, de zuster van zijn moeder en Maria, de vrouw van Clopas, en Maria Magdalena. Toen nu Jezus zijn moeder zag en de discipel die hij lief had bij haar zag staan, zei hij tegen zijn moeder, vrouw, zie uw zoon. Daarna zei hij tegen de discipel, zie uw moeder. En vanaf dat moment nam de discipel haar in zijn huis. Uit dit vers blijkt dat er één leerling is meegegaan naar het kruis. De leerling die hij lief had, Johannes de evangelist. Jezus ziet zijn moeder staan en de door hem geliefde leerling. De heere ziet het leed dat Maria te dragen heeft. Er gaat een zwaard door haar ziel. Haar zoon hangt aan het kruis en gaat sterven. Jezus troost haar en zorgt voor haar door een andere aardse zoon voor zichzelf in de plaats te stellen. Jezus heeft geen moeder nodig, maar Maria wel een zoon die voor haar zorgt. Jezus gaat naar zijn vader in de hemel. Maria heeft nog steun nodig in haar verdere aardse leven. Die kan ze niet vinden bij haar andere kinderen omdat die waarschijnlijk nog niet in Jezus als heiland en Messias geloven. Daarom zal nu Johannes, de leerling, haar zoon zijn. Daarbij gaat het niet zozeer om bloedverwantschap als wel om geloofsgemeenschap. Johannes 19: versen 28 tot en met 37. Hierna zei Jezus, omdat Gij wist dat nu alles volbracht was, opdat het schriftwoord vervuld zou worden, ik heb dorst. Er stond dan een kruik vol zure wijn, en ze vulden een spons met zure wijn, staken die op een hiesopstengel en brachten die aan zijn mond. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij: 'Het is volbracht.' En hij boog het hoofd en gaf de geest. Opdat de lichamen niet aan het kruis zouden blijven op de Sabbat. Omdat het de voorbereiding was, want de dag van die Sabbat was een grote dag, vroegen de Joden dan aan Pilatus of hun benen gebroken. En zij weggenomen mochten worden. De soldaten dan kwamen en braken wel de benen van de eerste en van de andere die met hem gekruisigd was. Maar toen zij bij Jezus kwamen en zagen dat hij al gestorven was, braken zij zijn benen niet. Maar een van de soldaten stak een speer in zijn zij, en meteen kwam er bloed en water uit. En die het gezien heeft, die getuigt ervan. En zijn getuigenis is waar, en hij weet dat hij de waarheid spreekt. Opdat ook u gelooft. Want deze dingen zijn geschied, opdat het schriftwoord vervuld wordt. Geen been van hem zal gebroken worden. En verder zegt een ander schriftwoord: Zij zullen zien op hem die zij doorstoken hebben. Johannes laat in het evangelie zien dat er in het lijden van de Heer Jezus. Oud-testamentische worden vervuld. De kruising wordt voorspeld in Genesis 22, Leviticus 16, Psalm 22 en Jesaja 53. Toen Jezus aan het kruis hing, werden 28 professieën uit het Oude Testament vervuld. Ik wil een paar voorbeelden geven. In Psalm 69, vers 22 staat Ja, zij hebben mij gal als mijn voedsel gegeven, en mijn dorst hebben zij mij zure wijn laten drinken. In Psalm 34, vers 21 staat Hij bewaart al zijn beenderen, niet één daarvan wordt gebroken. We lazen net dat dit op bijzondere wijze is uitgekomen. Het scheelde niet veel of Jezus' beenderen werden wel gebroken, net als van die twee anderen veroordeelden. In Zacharia 12, vers 10 staat, Maar over het huis van David en over de inwoners van Jeruzalem zal ik de geest van de genade en van de gebeden uitstorten. Zij zullen mij aanschouwen die zij doorstoken hebben. Zij zullen over hem rouw bedrijven, als met de rouwklacht over een enig kind. En zij zullen over hem bitter klagen zoals men bitter klaagt over een eerstgeborene. Een deel hiervan is vervuld, maar Zacharias zegt verder dat hij zal terugkomen. En dan wordt Zacharia 12 volledig vervuld. U heeft geluisterd naar Door de Bijbel, een programma waarin we in vijf jaar tijd de ganse Bijbel bespreken. De basis voor het programma is de Bijbelstudiereeks van Dr. Vernon McGee, Through the Bible. Deze werd in het Vlaams vertaald en bewerkt door Transworld Radio. U kan elke werkdag naar een nieuwe uitzending luisteren en u kan ook steeds voorbije uitzendingen opnieuw beluisteren of downloaden. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen. U kan een e-mail sturen naar doordebijbel.twr.be. Verder kan u op onze site terecht, www.twr.be, voor meer info en het beluisteren van onze overige programma's. Dit programma werd gepresenteerd door Patrick Couchment en Ann Notenboom. Wij danken u voor het luisteren en graag tot een volgende keer.